Nou, dat smaakt goed. Heb je er nog meer? Ja, we hebben er nog veel meer. Oké, graag u hoor. Welkom bij 800 schapenvlog nummer 11. Vandaag gaan we op kraamvisite bij de schaapskudde. Schaapskooi Otterland is de kraamkamer voor de schaapskudde Eiland van Dordrecht. Warm en droog kunnen hier onze schapen met veel liefde en zorg omgeven in alle rust lammeren. Dag meneer. Dag meneer, ik ben Rinus. Oh Rinus, hallo. Ben jij hier de herder? Nee, ik ben niet de herder. Ik ben wel een Dordtse schapenkop. Wat, Rinus, wat doe jij als Dordtse schapenkop dan hier in deze schaapskooi? Ik doe vrijwilligerswerk. Er is nogal veel werk met lammeren en opstrooien, water geven, voeren. Dus al die soort dingen, die doe ik dan. En dat doe ik dan iedere vrijdag. Dat doe je iedere vrijdag? Oh, u lijkt zo wel een beetje op een herder, maar de hoed ontbreekt. Kunnen we daar wat aan doen? Ja. Lijkt het zo beter? Ja, zo is het plaatje helemaal af. Zeg, ik heb beschuit meegenomen met muisjes, roze en blauwe. Wat was nou eigenlijk de vraag? Mijn vraag was eigenlijk, houden schapen van muisjes? Nee, die houden niet van muisjes. En dat beschuit ook niet, maar ik wel. Nou, dat smaakt goed. Heb je er nog meer? Ja, we hebben er nog veel meer. Oké, graag u hoor. Toch waren er schapen die graag een beschuitje met ons mee aten. In deze schaapskooi worden naar verwachting 700 lammetjes geboren. De schapen in deze video worden pas meegeteld als de schaapskudde Eiland van Dordrecht in de Biesbos staat te grazen. Kijkt u ook zo uit naar het voorjaar en naar de vlog waarin de schapenteller gaat ratelen? Bedankt dat je keek en tot volgende week!